Het is niet gemakkelijk om in de huidige financiële crisis als landbouwer te functioneren in het land. Dit zegt landbouwer Atamdeo Seucharan in gesprek met onze nieuwsdienst. Landbouwers moeten hun producten inkopen op een prijs die is afgestemd op de unificatie van de wisselkoers, terwijl hun groenten niet afgestemd is hierop. Seucharan wijst erop dat goedkope groenten in de samenleving wel ten goede komen, maar het juist moeilijker maakt voor de landbouwers. Er zijn een aantal dingen waar gerealiseerd moeten worden, onze afzet moet geregeld worden. Kijk, het kan niet zo zijn dat wij als landbouwer, als wij onze groenten naar de centrale markt moeten brengen, moeten we buiten onze groenten verkopen. Je kan niet naar binnen gaan om je groenten te verkopen, want je wordt eruit gezet, er is geen plaats voor jou binnen. Je moet buiten verkopen en 7 uur moet je naar huis gaan. Je moet je groenten, of je verkocht hebt of niet hebt verkocht, je moet weg vandaar. Er moet regel komen, mensen moeten gefaciliteerd worden dat ze hun producten zelf kunnen verkopen. We kunnen dat niet overlaten aan de handel. U weet, de handel verdient, de handelaren verdienen. De landboeren werken zo hard, maar ze verdienen niet. De tussenpersonen verdienen. En daar moet een eind aan komen. Men moet iets gaan bedenken, men moet die mensen gaan faciliteren hoe wij onze producten naar de man kunnen brengen. Seucharan benadrukt dat nu met de COVID-crisis het soms moeilijker is om landbouwproducten af te zetten. Vooral bij het sluiten van de markten hebben mensen op andere manieren geprobeerd landbouwproducten af te zetten. Je zult gemerkt hebben dat in de COVID-situatie overal langs de straten groente werd verkocht. Hoe onhygiënisch het ook was, mensen moeten hun producten kwijt, mensen moeten broodwinning hebben, mensen hebben uitgaven, mensen hebben kinderen. Er moet voeding komen, dus alle mogelijkheden, mogelijke manieren heeft men gezocht om op een eerlijke manier hun producten te verkopen, om een eerlijke manier centen te verdienen, om hun gezin te verzorgen. Het is een uitdaging geweest voor ieder. Anderen hebben het heel moeilijk gehad, anderen hebben het wat makkelijk gehad, anderen hebben wat meewind gehad, maar anderen hebben ook heel erg moeten hosselen om overeen te komen. Omdat ook een periode de export was weggevallen. Mensen die voor de export planten, die hebben zeker het gemerkt. Landbouwer Atamdeo Seucharan. Hij benadrukt dat vanuit de regering een goed landbouwbeleid moet komen, zodat de sector verder ontwikkeld kan worden.